We even terug naar het programma Codesys en ik heb al een standaard project uh, aangemaakt En als eerste gaan we de YouTube Library toevoegen. Je klikt je op Library Manager onder Application. Dan hier klik op Add Library. Dan kan ik zoeken naar Util en dan vindt hij hem. Dan kan ik erop op dubbel klikken en op dit moment is de YouTube Library toegevoegd aan je, aan je programma. Uh, dan de volgende stap is om naar mijn PLC-programma te gaan. Maak een nieuw netwerk aan. Zet daar een box in. En als ik op de vraagtekens klik, dan kan ik even naar de YouTube-library uh, zoeken. Bij mij staat hij al opengeklapt. Vermoedelijk staat hij bij jullie dichtgeklapt, dus dan klik ik op de plus. En dan staat die in de map Signals. Dubbelklik op Blink. En dan wordt hij toegevoegd. Druk je op Enter. En dan wordt er een naam voorgesteld, Blink0. Elk blokje moet zijn eigen unieke naam hebben. Blink0 is dus voorlopig nu eventjes goed. Dan druk ik op OK. Um, nou moet dat blokje ge-enabled worden met een, met een signaal. We hebben in de opdracht gelezen dat die in stap 30 gedaan moet worden. Dus dan pak ik een equal blok. Voeg daar het woordje stap aan toe heb ik zelf nog niet toegevoegd in mijn variabele lijst. Ik controleer dus type 1 tegen. Oké. Okay. Ik doel hier de waarde 30 in. En op het moment dat deze vergelijking waar is, dan wordt dit blokje ge uh, Er zijn nog twee variabelen nodig om dit blokje te laten werken. En dat is de, de tijd uh, dat het lampje uit moet zijn en de tijd dat het lampje aan moet zijn. Ik kom maar even de naamgeving aan. Ik typ tijd laag in. Uh, van type time, oké. Okay. Type hoog in. En die is ook van type time. Oké. Okay. En dan moet ik alleen nog eventjes de tijd instellen uh, dat ik wil dat die uh, uh, uit en aan is. Dan klik ik achter het woordje time. Dan typ ik dubbele punt is, statie, T, hekje, 1 seconde. Bij tijd hoog hetzelfde. Dubbele punt is, T, hekje, 1 s. Het enige wat ik nu nog te hoef te voegen is een, uh, een uitgang. Ik pak een assignment. Ik voeg de lamp start toe. Dan doe ik wat die tentjes. En die is van type boolean. Dat is waar. Oké. Okay. Uh, nu is mijn programma eigenlijk al klaar. En dan kijk ik eventjes of mijn programma geen fouten heeft. Druk op F11. Nee, ik heb nul errors, dus dat is fijn. Ik ga mijn PLC aanzetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. En hij staat hier inderdaad al aan. Online login. En dan kan ik nu verbinding maken met mijn PLC. Ik druk op run. En het woordje stop heeft nu de waarde nog 0. En ik kan daar bij prepared value, kan ik daar de waarde 30 invullen. Debug druk. Zo. Nou, Debug, kan ik het woordje stap, kan ik de ware 30 geven. Deze vergelijking is nu waar. Het blokje blink wordt ge-enabled. Hij ziet dat de tijd dat het lampje aan moet zijn 1 seconde is. En de tijd dat het lampje uit moet zijn ook 1 seconde is. En je ziet hem nu hier makkelijk staan knipperen. Dus je hebt nu gezien hoe de YouTube Library toe moet voegen. En je hebt nu gezien hoe je het blokje blink uh, uh, toevoegt en hoe je die in moet stellen. Nou, dankjewel voor het kijken en uh, succes met de opdracht.